De 25ste 40-voet container is gearriveerd van de vriendengroep Himat uit Nederland. Het is een veteranen voetbalvereniging en ze sturen diverse keren containers met hulpgoederen. Vorig jaar hebben ze 5 containers gestuurd, waarvan 4 alleen met ziekenhuisbedden. Nou, je moet zich voorstellen hoe groot een 40-voet container is. En nu is de 25ste container aangekomen dat vandaag gelost. De heren zijn gisteravond aangekomen, ongeveer 20, 25 heren. En ze gaan vandaag uitladen. En morgen zaterdag om 11 uur is er een overhandigingsceremonie. Uiteraard met de achtneming van de Mohana-regels. Waarbij wat notabele donateurs en de gegadigde instellingen, organisaties worden voorzien van goederen. Dat is dus de eerste afgiftepunt. Dat is morgen om 11 uur. En het is een vriendengroep die onbaatzuchtig in heel Nederland gaan ze ophalen. Rolstoelen, rollatoren, schoolspullen, pampers, noem maar op. Het is ongelooflijk voor bejaardentehuizen, gehandicaptenhuizen, kinderhuizen. Die worden allemaal voorzien. We hebben een hele lijst van 60 instellingen en meer. Die worden uitgenodigd en zijn uitgenodigd om te komen voor de overhandigingsceremonie morgen om 11 uur.